Op Van Henegouwen sluit het eerste luik van de topcompetitie af. Wie goed zit, moet zich dus nog eens tonen. Deze zeven doen dat wel heel vroeg. Niet meteen de grote namen, vier buitenlanders onder meer, maar toch ook Preben van Ecke. De neobelofte uit Zeelen die vorig seizoen een rit in de Trofee du Wallonie won. Verder Steven Kaathoven, tweede uit Brussel-Opwijk. En de West-Vlaming Mirando Dumoulin, die na 70 kilometer vooraan letterlijk wegvalt. Hun maximale voorsprong 2 minuten 20 tot de beklimmingen elkaar heel snel opvolgen. Dan komt de voorwacht van het peloton hen op de nek vallen met opvallend veel domorenners. Onder meer Steegmans, Van Golen en de Kazakken Muravjev en Kajetskin. Ook de andere blokken hebben hun favorieten mee. Rabobank met Kevin De Weert, Kuiks en Verstralen van de ploeg Merks en Groeningen-spurter Tom Bonen, de superfavoriet. Winnaar van Zelik Galmaarde onder meer. In deze kopgroep van 35 regent het ontsnappingen, maar zonder veel gevolgen. Pas als Jurgen van Golen na 130 kilometer gaat aanvallen, moet alle ballast overboord en blijven 14 vluchters over. Een elite groep met zowat alle favorieten begint aan de plaatselijke ronde, waarin de Côte du Petit 3 de ideale scherprechter kan worden. Vier keer moeten ze deze nijdige steile klim over en het is Tom Bonen die er twee keer de adem van zijn tegenstanders afsnijdt. Alleen Muravjev kan evenveel keer volgen, maar hij neemt niet over. Ook als even later Kevin De Weert komt aanpikken, gaat deze vlucht niet door. De Merksboys brengen alles samen. En dan springt Dimitri Muravjev zelf weg, nog 13 kilometer. De Domo-overmacht houdt de rest in de greep. De Kazak kan een stukje hard rijden. Deze week was hij nog heel sterk in een Bretoense rittenkoers. Nu sprokkelt hij snel 30 seconden. Een gewonnen zaak, eindelijk voor de ploeg van Frison. Vier keer hebben ze al mee de koers gemaakt in de topcompetitie. Nu wordt het collectieve werk afgerond door Dimitri Muravjev. Op 20 seconden wordt Bonen tweede, zoals in Luik-Bastenaken-Luik. Van Golen finisht derde. Koji Parlev, Rudy Verdonk, sur le granitier Breton. Il a dit tu peux gagner. Et aujourd'hui... L'équipe travaille pour moi et c'est un grand merci pour mon équipe. Oui.